Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Ja, goedemiddag allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast. En via vandaag eigenlijk wel een extra bijzondere aflevering, want we nemen voor het eerst de podcast op via een Google Meet. En dat doen we niet zomaar, want onze gast zit in het prachtige Zuid-Afrika. Ook wel belangrijk om te noemen, hij is de broer van onze Peter, onze studioman, de man die alles kan en onze podcast altijd mooi maakt. Maar ook de drijvende kracht achter het bedrijf GC Fires, dat zich focust op het verkopen en installeren van open haarden. En vandaag wil ik het graag met hem hebben over zijn visie op AI en hoe hij dat wel of niet integreert. We hebben het over Gert-Jan van Vliet. Welkom en leuk dat je er bent. Ja, dankjewel Sander. Leuk om hier te zijn en dit te doen. Het eerste wat natuurlijk bijzonder maakt volgens mij is dat jij nu live in Zuid-Afrika zit. En de eerste vraag die bij mij oprijst is dan, wat doe je daar? Ja, nou ja goed, ik zit hier al bijna 25 jaar. Dus dat betekent dat ik nu al langer in Zuid-Afrika zit dan dat ik in Nederland gewoond heb. Ik ben hier dus verzeild geraakt omdat ik puur gewoon op zoek was naar een uitdaging. Ik was vrij jong en ik ben hier begonnen in de onroerend goed. In de eind jaren 90 was dat, begin jaren 2000. En ook toch een beetje verliefd geworden op het land. En ook op mijn vrouw. En zo ben ik eigenlijk nooit weer weggegaan. En ik heb qua carrière verschillende dingen gedaan. Ook in toerisme. Maar de laatste 10 jaar inderdaad in de kachels. En dat is iets wat in Zuid-Afrika de afgelopen 10 jaar best wel gegroeid is. Ja. Dus daar hebben wij op mee kunnen liften. En hoe ben je dan in de kachelhoek terechtgekomen? Ja, dat was eigenlijk een beetje bij toeval. Zo gaan soms die dingen. Kijk, ik ben altijd ondernemer geweest, dus ik heb altijd mijn eigen bedrijf gehad. Ja. En ik was eigenlijk echt wel weer op zoek naar een nieuwe uitdaging. En ik kwam in contact met iemand die de installatie daarvan deed, van die kachels. En zo via eigenlijk in het begin alleen installaties heel snel in de verkoop gerold. En direct eigenlijk ook gebruik gemaakt van een website. Om gewoon ons direct toch te kunnen profileren in heel Zuid-Afrika. Dat 10 jaar geleden in Zuid-Afrika in onze industrie was een website met prijzen nog vrij bijzonder. Dat is nu ook niet meer. En zo hebben we toch heel snel in een groeiende markt mee kunnen liften. En zijn we uiteindelijk ook zelf gaan importeren, kachels. En op dit moment hebben we een dealernetwerk en leveren we eigenlijk in heel zuidelijk Afrika kachels aan mensen. En je noemt dat je altijd al een beetje ondernemer geweest bent, hè? En kun je dan ook al verschillen nog benoemen van de tijd dat je in Nederland ervaart? Is het anders ondernemen in Zuid-Afrika dan in Nederland? Dat denk ik wel. Maar daar moet ik even bij aantekenen dat ik het meeste van mijn ondernemen toch echt wel in Zuid-Afrika heb gedaan. Ik heb maar een beperkt hoeveelheid vergelijkingsmateriaal. Maar goed, ik kom nog steeds 1 keer per jaar in Nederland. En ik heb natuurlijk familie en vrienden die ook ondernemen in Nederland. Ja. En ik denk dat het grootste verschil gewoon is dat in Zuid-Afrika in het algemeen ook, dat je gewoon meer ruimte en vrijheid hebt. Als je gewoon een goed idee hebt, dan zijn er minder regels. En dat werkt soms ook wel een beetje tegen je. Maar als ondernemer is dat toch wel een klimaat wat werkt.
Dus ik denk dat dat de grootste verschillen zijn. Dat je meer vrijheid hebt en minder regels. Ja, dus er zijn automatisch al zie je die waarschijnlijk ook niet zo snel minder beren op de weg in de dingen die je wilt gaan doen. Ja, nou goed. Kijk, het is altijd aan de ondernemer om natuurlijk de kansen te zien. Maar ja, dat is wel iets wat in Zuid-Afrika waar je gewoon ja, toch wel goed uit de voeten mee kunt. En we zijn nu al een tijdje ook met elkaar in contact, hè? Onder andere over AI. En dan als we het hebben over het zien van kansen, is dat natuurlijk ja, volgens mij super interessant. En is iedereen daarmee bezig? Jij bent er ook mee bezig. Kun je aangeven waarom jij aan de slag gegaan bent met AI? Ja, zeker. Kijk, net als iedereen, ik las gewoon over die ontwikkelingen. En ja, net als heel veel mensen, denk ik, je ziet daar het potentieel van. En je ziet hoe dat dit ook in je eigen bedrijf gewoon tot hele, hele grote veranderingen kan leiden. Ja. Toen ik de mogelijkheid had om daar dus verder mee te gaan en ook daadwerkelijk te kijken of we daar iets voor kunnen ontwikkelen, waar we mee bezig zijn. Ja, dat was ook weer gewoon een uitdaging. En er is natuurlijk een boel nog onbekend. Dus ook van mijn kant, je weet niet altijd, je hebt zeker niet alle antwoorden. Maar ik kan wel vrij duidelijk zien, zeker in mijn eigen bedrijf, hoe we dat kunnen toepassen en hoe het van waarde kan zijn. Ja, en wij ontwikkelen in samenwerking met jullie een conversational AI. Maar als je iets eerder nog voor die periode kijkt, waren jullie toen al, gebruikte je toen al in enige vorm AI? Of was je al met ChatGPT bezig? Of hoe was het proces voor jullie? Nee, dat was inderdaad alweer een tussenfase. En dat is ook waarom we direct er enthousiast mee zijn geworden. Kijk, wij communiceren gewoon heel veel met klanten via gewoon de e-mail. Maar heel veel e-mails zijn gewoon toch vrij standaard. Maar ja, de details zijn belangrijk en de toon is belangrijk. En wij eigenlijk zodra ChatGPT beschikbaar kwam, zijn dit gaan gebruiken op verschillende afdelingen van ons bedrijf. De verkoop, maar ook vooral met name de customer care. Om gewoon e-mails te genereren, standaard e-mails. En daar kleine variaties van te maken. Om gewoon snel hoogwaardig e-mails te kunnen genereren. Ja, ja. Dus ja, dat hebben we van begin af aan eigenlijk gedaan. En zit je dan vooral op kostenbesparing te kijken, op snelheid? Of is het ook in kwaliteit? Of zit je ook op innovatievlak waar jullie mee bezig zijn? Ik denk dat het primair in het begin was puur om gewoon de kwaliteit, betere e-mails te schrijven. Ja. Ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar ja, in Zuid-Afrika mooie e-mails schrijven en gewoon goed kwaliteit te schrijven. Ja, dat zijn toch wel dingen die je zeker bij jongere mensen natuurlijk toch ja, wat minder wordt. Dus dat is waar wij gewoon, al is het maar in eerste instantie voor een spellingcheck, maar in tweede instantie ook gewoon om de toon en de stijl van je e-mails en ook gewoon voor inspiratie. Ja. Ja, daar draagt dat heel veel aan bij. Dus gewoon aan de kwaliteit uiteindelijk van de e-mail. Ja, het is gewoon een super fijne, voor mijzelf ook een fijn hulpmiddel om. Ik schrijf eigenlijk bijna niks meer zelf, heb ik het idee. Ik doe echt heel veel, altijd wel. Of als ik iets geschreven heb, dat ik het toets. Of dat ik er gewoon een paar kenmerken in zet en maak er een begeleidend schrijver bij van hoe ik het normaliter ook zou willen. Dus dat heeft zo'n efficiëntieslag gemaakt al. En bijna niet meer weg te denken uit mijn dagelijkse processen. Nou, dat is bij ons ook gewoon zo het geval. Dus ja, vanuit die gedachte en die ervaring zijn we dus natuurlijk verder gegaan om te kijken of we dat verder, of we daar verder mee kunnen. Ja, want toen raakten wij in gesprek, hè, over een conversational AI. En jullie hebben nu op je huidige website heb je ook al een chatvenster staan. Hè? Have a question, chat with us. Wat gebeurt daar in de chat? Nou, op dit moment is de chat gewoon standaard, waar je in contact komt met een van onze verkopers in het verkopersteam. En dan een gesprek kunt hebben. Maar goed, dat is natuurlijk gelimiteerd tot gewoon de kantooruren. Ja. Mijn gedachte, zoals ik dat eigenlijk direct vanaf het begin een beetje gepresenteerd heb, was waarom
moet dat in eerste instantie nog gedaan worden door een persoon. Waarom kan een AI-chatbot dat niet overnemen? En natuurlijk, eventueel kan daar de behoefte zijn om nog weer echt met een verkoper te praten. Ik denk dat dat nog wel heel lang zal zijn. Mm-hmm. Maar ja, dat in eerste instantie kun je gewoon 24/7 die service aanbieden. En dat zou voor ons een verbetering zijn. En wat zie je dan als service? Dus welke diensten verlenen de mensen die er nu achter zitten dan voor de mensen? Dus die geven antwoord denk ik over producten. En hoe breed zie jij zometeen dat een AI dat allemaal op zich kan nemen dan? Nou, ik zie dat vrij breed. Sowieso productinformatie. Ik denk als je gewoon een vraag stelt en je zegt van luister, welke kachels heb je met die gemaakt zijn van gietijzer en die een bepaald formaat hebben. Ik denk dat een AI veel sneller en beter daar informatie over kan verschaffen. We hebben een aanbod van 500 kachels. Dus ja, als je dat als een verkoper dat handmatig moet doen, dan duurt dat heel lang. En ik denk dat de uitkomst gewoon minder is als dat een AI chatbot dat doet. Ja. Dus dat, maar ook gewoon met betrekking tot procedures. Wij bestellen, wij verschepen orders. Er worden orders teruggestuurd, betalingen. Al die procedures, dat zijn vrij vast omschreven procedures. En ik heb vanaf het begin eigenlijk gezegd, waarom is dat niet ook te leren aan een AI die daarmee antwoord kan geven aan klanten. Ik denk ook dat dat een AI chatbot dat in principe uiteindelijk beter kan doen als een mens, de verkoper. Ja, dus we hebben inderdaad heel veel protocollen als kennis toegevoegd, maar ook heel veel productinformatie en de AI kan daarin dan goed zijn wegvinden om de klant eigenlijk op heel veel vragen antwoord te geven. Hè? En inderdaad heel snel en altijd beschikbaar. Ja, en dat hebben we natuurlijk ook getest. En ik ben gewoon heel onder de indruk van de antwoorden, van de kwaliteit. Wat wel ook direct naar voren kwam, is natuurlijk dat de limieten zijn vaak worden aangegeven door de hoeveelheid en de kwaliteit van de data. Kijk, een AI-chatbot kan niet iets vertellen of ergens over praten als die niet die informatie heeft. Nou, dat kwam natuurlijk ook naar voren. Maar dat is een kwestie van de juiste data aanleveren. Maar als de juiste data er is, dan zie ik gewoon dat de antwoorden die gegeven worden van hoge kwaliteit zijn. Hey, en je zit natuurlijk nu in Zuid-Afrika en ik zie voor me dat AI op heel veel vlakken ons kan gaan helpen. Hè? Met de grotere vraagstukken die spelen. En die spelen natuurlijk in Nederland op gebied van onderwijs, op gebied van zorg. Hoe zie je zijn daar verschillen mee als je kijkt naar Zuid-Afrika? Of zie je dan dat AI ook op die vraagstukken een rol gaat spelen? Ja, nou goed, kijk, ik denk natuurlijk dat AI is toch een gebeuren wat op wereldniveau zich afspeelt. Dus in principe zijn het dezelfde vraagstukken waar je de antwoorden voor gaat vinden. Ik denk dat ook zeker in de commerciële markt, bedrijven hier, dat ze er zeker zo druk mee zijn als dat je dat in Nederland ziet. Ik denk wel typisch, ik weet niet wat er in Nederland gebeurt op overheidsniveau, maar daar zie je nog niet zoveel beweging. En ik denk toch ook wel dat de overheid in Zuid-Afrika dat ook goed zou kunnen gebruiken. Wat wel typisch is, de enige overheidsinstelling die het wel gaat gebruiken is dan de Belastingdienst. Ja. Dus zo slim zijn ze dan wel weer. Volgens mij zijn ze daar bij ons ook mee bezig. Maar ook bij ons is de overheid wel een beetje. Ze doen niet helemaal verstoppertje, maar ze zitten er wel gewoon flink te kijken, denk ik, wat er gebeurt. En vooral te volgen. Ja. En van waar moeten we zo meteen wel of niet gaan inspringen, denk ik. Maar het gaat zo snel dat het ook gewoon heel lastig is om dat goed te... Met name als je kijkt naar onderwijs.
Dat is natuurlijk denk ik in Nederland ook zo. Daar zou Zuid-Afrika zoveel voordeel kunnen behalen bij het gebruiken van AI. Maar goed, dat is wel een lastig iets hier, omdat dan praat je meteen over het vervangen van mensen. En dat is wel een heel heikel punt. Maar ja, ook dat is natuurlijk niet alleen in Zuid-Afrika een heikel punt, denk ik. Nee, zeker niet. Maar ook een heel groot vraagstuk. Maar nog even over dat onderwijs, want waar zie je dan de meeste kansen? Ik kan me voorstellen dat, kijk, door AI hebben we gewoon nu eigenlijk gigantisch makkelijk, betaalbaar toegang tot heel veel expertise. Hè? Dat is een beetje hoe ik het voor me zie. Dus ook wellicht tot een onderwijzer. Hè? Dat je die in de vorm van een AI... Is dat dan waar je dan de kansen vooral ziet? Dat de toegankelijkheid tot onderwijs bijvoorbeeld vergroot wordt? Of... Ja, kijk, ik ben natuurlijk geen specialist op onderwijs. Nee. Maar tuurlijk, ik denk dat de toegang tot informatie en de kosten van die toegang, dat gewoon omlaag gebracht kan worden. En dat de kwaliteit van het onderwijs, en dat is ook in Zuid-Afrika ook echt wel een punt, dat die gewoon heel erg verbeterd kan worden. En ja, ik denk dat daar met relatief eenvoudige oplossingen, dat je daar heel veel verbeteringen zou kunnen doen. En wat jij ook zegt, dat zou in eerste instantie al zou het maar zijn om de leraren zelf te helpen natuurlijk. Ja. Daar kan best wel een soort van hybride functie eerst uitkomen. Ik denk ook dat eventueel logisch zou zijn. Maar goed, op dit moment is dat nog in Zuid-Afrika iets waar nog niet eens over gedacht wordt, laat staan over gepraat wordt. Nee, dat kan ik me deels voorstellen. En hetzelfde zal gaan om zorg, hè, wat natuurlijk ook super relevant onderwerp is. Maar ook de toegang daartoe wordt volgens mij het wordt super toegankelijk en ook veel meer gepersonaliseerd. Hè, dus dat misschien iedereen zo meteen wel een eigen zorgassistent om zich heen heeft lopen. Of een eigen onderwijzer die helpt met de dingen waar je mee bezig bent. Ja, wat je ziet, kijk, zorg is gedeeltelijk in Zuid-Afrika natuurlijk in private handen. Mm-hmm. Voor een groot deel. Maar zeker ook door de zorgverzekeraars, die een hele grote rol spelen in Zuid-Afrika. Daar zie je dat ook wel AI al wel geïntroduceerd gaat worden. En dat is dan met name het voorkomen van ziektes en het gezondere patronen ontwikkelen. Allemaal dat soort dingen. Ja. Daar zie je dat AI echt wel al een rol gaat spelen. Ja. En verder naar kijken, zijn er nog specifieke unieke uitdagingen waar we mee te maken krijgen rondom de adoptie in AI? Of zie je dat anders dan in Zuid-Afrika nog? Of? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een moeilijke vraag. Kijk, Zuid-Afrika heeft een aantal specifieke problemen. Ik denk uiteindelijk dat AI gewoon kan leiden tot efficiëntieverbetering. En dat is iets dat uiteindelijk, daar kan Zuid-Afrika van profiteren. Daar heb ik geen twijfel over. Ja, en het raakt ze economisch, sociaal, en volgens mij ook economisch, wat ik al zei. Volgens mij dergelijke landen echt enorm helpen om een snelle sprong te maken. Hè? Zeker. Ja, absoluut. Ik denk natuurlijk waar we zijn op dit moment met de AI, maar dat is weer gewoon een beetje meer globaal, is dat er natuurlijk enorme kansen liggen. Ja. Alleen het is het op de juiste manier inzetten. En het succesvol maken daarvan. Dat zijn denk ik de uitdagingen op dit moment om specifiek je maximaal voordeel te behalen. Ja, en zie je veel andere ondernemers om je heen die ook actief zijn met dergelijke dingen waar jij mee bezig bent nu? Nou, wij zijn natuurlijk een kleiner bedrijf. Je ziet het bij de grote bedrijven volop, de multinationals, De zorgverzekeraars, de banken, de grote online platforms. Amazon komt dit jaar naar Zuid-Afrika. Kijk, daar zie je dat allemaal natuurlijk gebeuren. Ja. Bij kleinere bedrijven zie je dat nog veel minder. Dus daar denk ik wel dat wij best wel, wel voorop lopen. En wat zou jouw tip dan zijn aan je buurman die er nog niet mee bezig is?
Nou, mijn tip zou zijn om gewoon eerst eens te beginnen met ChatGPT. En gewoon eens op dat niveau ermee te beginnen. Zo zijn wij er ook mee begonnen. Wat je gewoon merkt is dat iedereen kent het. Iedereen heeft erover gelezen. Maar dat betekent niet dat mensen er ook altijd al mee werken. En natuurlijk, zoals jij zelf ook zegt, je gebruikt het, het is niet meer weg te denken, je gebruikt het elke dag. Ja. Daar zijn een heleboel mensen in Zuid-Afrika waar dat ook het geval is. Maar met name dan aan de IT-kant. En ik denk dat bedrijven gewoon, zoals wij een online website zijn en wij verkopen kachels, dat bij dat soort bedrijven die dus wat verder weg zitten van de IT-wereld, daar denk ik dat het nog wel minder leeft. En om het te laten leven, ja, zoals ik zeg, ik denk dat het gewoon het begin is om met ChatGPT te beginnen en ook gewoon je personeel eraan bloot te stellen. Ja. Want er moet toch een beetje een knop omgezet worden. Want het is natuurlijk niet zo. Het wordt gepresenteerd als een magisch iets. En dat is natuurlijk nog niet helemaal waar. Je moet er wel de moeite voor doen. Je moet ermee gaan werken om er comfortabel mee te worden. En om het te laten functioneren voor je. Ja. Dus dat zou mijn tip zijn. Gewoon heel kleinschalig gewoon beginnen. Ja, en om daarop door te gaan, volgens mij gaat Meta, oftewel voorheen Facebook, daar enorm bij helpen. Die hebben recentelijk hun nieuw model geïntroduceerd, Llama 3. Buiten dat het van een heel hoog niveau is ook. Dus het kan echt wel mee met de laatste andere modellen van bijvoorbeeld ChatGPT, dat het aardig daarmee in vergelijking scoort ook. Ook bijzonder dat ze open source zijn. Maar wat ik vooral interessant vind, is dat ze het echt gaan integreren in WhatsApp, Instagram, Facebook. Dus dan komt het echt al bij de mensen te liggen. En ik ben een klein beetje jaloers, want ik zat bij alle landen te kijken waar het nu beschikbaar is. En Nederland zat er nog niet tussen, maar Zuid-Afrika wel. Dus volgens mij staat het ergens op jouw telefoon. Bij WhatsApp kun je al met een meta-AI in gesprek gaan. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat een week of 2, 3 geleden pas in één keer dat de interface veranderde. En ja, ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt. Dat gaat echt een hele doorbraak betekenen, met name ook in Zuid-Afrika. Omdat, zoals je ook zegt, dan komt het direct bij de mensen te liggen. En het is niet alleen maar bij de IT-professional of de CEO, weet je, of bij een grote corporatie. Maar nou, ja, in Zuid-Afrika, iedereen gebruikt WhatsApp. Dus nou kan iedereen dit ook direct gaan gebruiken. En dat zal best nog even wat tijd misschien nemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat heel snel gaat groeien. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat zij hebben natuurlijk de power, hè, om op de plek te zitten waar iedereen al met elkaar in gesprek is. Dat je daar gewoon ook jouw assistenten tussen hebt zitten. En die ook misschien wel mee kan doen in de gesprekken. Dus dat, ik weet nog niet precies hoe dat werkt, maar volgens mij gaan ze daar ook naartoe. Dat je ze opdrachten kan geven. Het is echt wel een hele slimme zet van hen om het op die manier dan hoef je ook niet meer naar een ChatGPT toe straks. Hè, naar een soortgelijke oplossing. Want ik zit daar gewoon in mijn huidige sociale wereld, waar ik me altijd begeef. En daar zit mijn assistent ook bij. Dus dat hebben ze volgens mij super slim gedaan. Ja, ik denk dat inderdaad echt wel heel erg het onder de aandacht gaat brengen. Ja. En ook mensen gewoon gaat laten gebruiken. Omdat nu is het praktisch en het is beschikbaar op een plek waar je elke dag eigenlijk al bent. Ja. Hey, ik heb nog één laatste vraag voor je bewaard. Ik ben wel nieuwsgierig, maar als jij een AI-gadget zou mogen kiezen, eentje die nu nog niet bestaat, maar waarvan je wel zou willen dat die er is, wat zou je dan kiezen? Ja, eentje die nog niet bestaat, dat weet je, dan die lat is iets te hoog. Maar waar ik absoluut persoonlijk voor mezelf echt naar uitkijk, is waar we eigenlijk over gepraat al een beetje hebben, is de persoonlijke assistenten. En dat is gewoon iets. Kijk, ik weet dat er heel veel mensen zijn die natuurlijk altijd daar de nadelen van zien. Maar
ik heb ook gewoon... de manier waarop ik ernaar kijk is gewoon dat... je doet zoveel dingen standaard. Zoveel dingen doe je vele malen per dag, elke keer weer. En daar is gewoon, denk ik, heel veel ruimte voor een persoonlijke assistent... om gewoon heel veel werk uit handen te nemen. En dat zie ik eigenlijk elke dag. En dat is natuurlijk met WhatsApp is dat een begin. Maar ik denk dat de grote uitdaging daar... en dat is dan wel wat ik denk waar nog heel veel ruimte ligt voor verbetering... is om dat goed te integreren met je dagelijkse werkzaamheden. Want natuurlijk, WhatsApp op je telefoon, dat pakt een heel groot onderdeel. Maar... gewoon op je computer, op de laptop, daar gebeurt natuurlijk ook nog een boel. En ook de interface, typen, praten. En dan welk apparaat je gebruikt. Ja. Dat zijn allemaal nog wel dingen waar, verbeteringen gebracht kunnen worden. Maar dat is voor mij persoonlijk, als ik ernaar kijk, dat ik denk van ja, de persoonlijke assistent, ik denk dat dat in de toekomst... wel iets is waar heel veel verbeteringen in gebracht kan worden. Ja, en dan bedoel je met name denk ik meer een soort van geïntegreerde assistent... Hè, die overal toegang tot heeft en ook specifieke taken zelfstandig zou kunnen uitvoeren... als ik het zo mag invullen. Ja, dat vul je juist in. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat kan volgens mij ook niet gaan missen dat binnenkort jouw vraag werkelijkheid gaat worden. De vraag is inderdaad nog even op welke manier en of je dan inderdaad gebaat bij bent dat Meta dat voor jou ontwikkelt. Of dat het iets anders moet zijn of dat het ook moet kunnen communiceren met die van Meta. Dat is nog even de vraag, denk ik. Maar ik zie wel dat het gaat komen, ja. Nou ja, Amazon komt eraan. Je hebt Takealot, dat is de Zuid-Afrikaanse versie. Ja, dat soort jongens die gaan hier echt wel in mee natuurlijk. Zeker, en, ja. Ja, het zal interessant zijn om te zien of ik als website in de toekomst gewoon mee kan blijven concurreren. En zo zijn er ook wel nog wat kleinere natuurlijk. Maar het zal gewoon heel interessant zijn om te zien of ik mee kan blijven doen. Ja. En dat het voordeel is dat we een product hebben. Maar ja, dat is gewoon het interessante eraan. En dat is de uitdaging. En dat is gewoon ondernemen. Ja, kijk, en uiteindelijk blijft jouw kwaliteit zit op je product, hè? En je website en alle zaken eromheen. Tuurlijk. En zijn uiteindelijk gewoon een middel, denk ik. Of een kanaal misschien wel. En dat zal hoogstwaarschijnlijk ook gaan veranderen. Hè? Wellicht de AI of gewoon hoe de markt zich aanpast. Ja, kijk, ik denk waar ik denk dat AI gewoon gaat helpen... is in het... veel sneller en beter antwoorden geven aan je klanten. Dat is één van de dingen. En wat je natuurlijk toch wel ziet, dat zie ik ook... is dat de kwaliteit van je informatie en de snelheid van je informatie... dat wel heel belangrijk is en bepalend is... voor het succes van het binnenhalen van je verkopen. Ja. En kwaliteit en snelheid, dat zijn natuurlijk toch een beetje dingen... die, als je niet oppast, die clashen. En nou ja, dat is waar AI denk ik wel kan helpen. En wat ook wel interessant ook is, hè? Natuurlijk de service. Maar jij noemde natuurlijk van... ik zou graag een persoonlijke assistent willen, hè? Maar wat dan als die persoonlijke assistent van jou... zometeen een opdracht krijgt om een open haar te kopen? Dan praat jouw assistent met jouw andere assistent van GC Fires. Ja. En wat heb je dan nog nodig om elkaar duidelijk te maken of een product wel of niet bij je past? Hè? Dus dat is ook nog wel een interessante ontwikkeling die eraan gaat komen, denk ik. Ja, kijk, als je natuurlijk helemaal idealistisch, of niet idealistisch, maar helemaal ideaal doortrekt, dan zou je in een situatie komen waar je alleen nog maar AI-assistenten hebt die met elkaar praten. Nou, ik denk dat als dat gaat gebeuren, en misschien gaat dat ook best wel snel gebeuren, dat daar genoeg ruimte is voor fouten. En dus denk ik dat er ook altijd wel weer de ruimte is voor een human om de communicatie over te nemen en toch beslissingen te nemen. Zeker, ja. Ik denk dat voorlopig die ruimte er wel blijft. Maar ja, ik als je het natuurlijk gaat doorredeneren, tenminste als ik het ga doorredeneren, dan kom ik uit bij een wereld waar je nog maar heel weinig met mensen te maken krijgt. Want iedereen... Iedereen zijn
AI assistant praat met alle andere AI assistants en chatbots en verkopers en customer care medewerkers. Ik hoop dan stiekem dat het juist zorgt dat ik juist meer contact met mensen heb, maar dan misschien op andere vlakken. Maar inderdaad, klopt. Nou, maar dat is het. Ik denk dat er uiteindelijk altijd nog weer een behoefte blijft. En dat zie ik ook bij mij voor verkopers. Gewoon de telefoon op te pakken en te zeggen: hey, hoe is uw dag? Gaat het vandaag goed? Is er nog wat extra's? Weet je, ik denk dat dat heel veel impact kan hebben. En dat dat altijd blijft. Nou, super leuk dat we zo gezeten hebben, Gert-Jan. Bijzonder om het via een Google Meet-sessie te doen live met connectie met Zuid-Afrika. Dus bedankt voor je aanwezigheid. En bovendien ook mooi om te zien hoe ze ook daar bij jullie, en ook niet de grootste bedrijf, maar ook gewoon de normale ondernemer, ook al actief is met dit soort oplossingen. Ja, vind ik super leuk en interessant om te zien. We gaan elkaar vaker spreken. Zeker. En nogmaals bedankt. Hartstikke bedankt. Ja, jij bedankt. Het is een erg interessant onderwerp. En gewoon als ondernemer, het is natuurlijk niet mijn hoofdbezigheid. Maar om dit gewoon toch te kunnen gebruiken en om mee bezig te zijn. Dat is iets wat gewoon heel erg boeit. En wat ook heel erg zijn voordelen gaat hebben, denk ik. Ja, en als laatste, volgens mij past het ook wel heel erg bij ondernemers, hè, om weer iets nieuws te ontdekken wat het net weer wat makkelijker, mooier, leuker of beter maakt. Hè. Oplossingen zien en daarmee puzzelen is volgens mij ook gewoon het aard van het beestje. Ja, dat is het zeker. Dat klopt. Oké, dankjewel en tot de volgende ronde. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.